Vanavond is het dan eindelijk zover. De wedstrijd van Go Ahead Eagles. In de eigen Adelaarshorst trapt er Deventer ploeg om 8 uur af. En dus zal de wedstrijdspanning vandaag in heel Deventer en omstreken voelbaar zijn. Gisteren spraken wij met topschutter Leon de Kogel over de wedstrijd van vanavond. Leon de Kogel, zijn jullie helemaal klaar voor de wedstrijd? Tuurlijk, iedereen leeft er naartoe en de supporters hebben er ook heel veel zin in. Wij hebben er heel veel zin in en ik ga morgen zeker een paar goals maken hier op het veld. Hoe zit het met de spanning? Ja, de spanning is licht, zoals bij elke wedstrijd. Maar verder hebben we er heel veel zin in. Gaan wij vandaag knallen. Zijn dit nou de dagen waarvoor je profvoetballer bent geworden? Ja, zeker. Tuurlijk. Vandaag denk ik dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden. En hier doe je het ook voor. De regio Deventer heeft het al dagen nergens anders over. En vanavond is het dan eindelijk zover. De wedstrijd van Go Ahead Eagles in de eigen Adelaarshorst. Wat zou je tegen de supporters willen zeggen? Eén woord en dat is kom op dan. En dat is kom op dan. Kom op dan.